Aan de telefoon nu Marjolein Tasje, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Franciscus Gashuis in Vlietland. Allereerst Marjolein, hoe gaat het daar bij jullie? Nou, bij ons gaat het na omstandigheden natuurlijk heel goed. We zijn al heel hard bezig met vereende krachten, want we hebben enorm veel... Het is heel goed hoe de samenwerking tussen iedereen is in het huis. En we hebben inmiddels al veel zorg voor coronapatiënten en ook mensen die verdacht zijn. En waarbij we natuurlijk ook nog weten dat dat de piek nog gaat komen. Kunt u nog wel goed slapen? Ik slaap heel goed. Ja, want ondanks dat natuurlijk alle hens aan dek is, is het ook belangrijk om het hoofd er goed bij te houden. En ook alles wat er gebeurt en hoe er wordt samengewerkt en wat we bereiken met elkaar, dat geeft ook, ook een goed gevoel. Verwachten jullie dat je de toeloop van het aantal patiënten wel aan kan? Nou, we weten natuurlijk niet precies wat op ons afkomt. We hebben natuurlijk leren van Italië en Brabant. Maar ik denk dat we alle hens aan dek hebben, dat we heel erg goed met elkaar bezig zijn. En we kunnen het natuurlijk niet helemaal overzien, maar daarom is het ook zo belangrijk dat iedereen zich houdt aan de afspraken. Hè, die we blijven. Als we met elkaar kunnen zorgen dat de verspreiding wat meer uitgesmeerd wordt in de tijd, dan dat is een belangrijk facet. En ja. De grote bottleneck is natuurlijk het beschikbare aantal IC-plaatsen die we hebben voor de hele zieke patiënten. Ja, zeker. Zijn er ook personeelsleden ziek? Er zijn wel wat personeelsleden ziek, ook coronapositief, maar die zijn gelukkig allemaal gewoon thuis en niet ernstig ziek. Er zijn afdelingen leeg in het ziekenhuis in Schiedam, onder andere de oncologieafdeling. Worden die ruimtes nu ook weer gebruikt? Ja, nou, we vinden de oncologie best wel heel belangrijk dat daar ook heel veel in doorgaat, want ook dat is natuurlijk best wel urgente zorg. We hebben wel afdelingen leeg en dat is met name ook bedoeld dat we die mensen die daar normaal werken, die helpen nu op de afdelingen waar het hardst nodig is. En die worden ook extra getraind om daar goede zorg te kunnen verlenen. Ja, maar die lege afdeling, de oude oncologie, die wordt niet gebruikt nu. Nou, dat weet ik niet precies, maar het kan best zijn dat er nu een afdeling leeg staat. Want die maken we natuurlijk ook weer klaar. Als het nog voller wordt, dan kunnen we de afdelingen weer uitbreiden. Ja. Gisteren is naar buiten gebracht dat de afdeling kindergeneeskunde naar Rotterdam verhuist. Waarom gebeurt zo'n verhuizing juist nu jullie het al zo verschrikkelijk druk hebben? Nou, het helpt juist om te maken dat we meer zorg hebben voor zieke kinderen. Want dit stond natuurlijk al in de stijgers. Daar hebben wij denk ik ook al met elkaar wel over gehad. En door even ook voor de duidelijkheid, het gaat echt alleen over de opnames van zieke kinderen. Dus alle andere kindzorg blijft gewoon in Schiedam. Alle dagbehandelingen, alle consulten, even nu dan niet, hè, maar even in normale tijd. In niet-coronatijd. En doordat we de opnames van kinderen concentreren in Rotterdam, hebben we totaal 6 meer kindbedden open. En dat voorkomt dat we zieke kinderen naar diep in Zeeland en België en weet ik waar moeten verplaatsen. Ja, ja, ja. Maar de geboortezorg blijft wel gewoon in Schiedam? Die blijft voorlopig in Schiedam, hè? Want in ieder geval tot het nieuwe vrouw-kindcentrum klaar is in 2023. Oké. Okay. Er staan nu triagetenten voor de deur van de spoedeisende hulp. Komen daar ook echt patiënten te liggen? Nee, die komen daar niet te liggen. Want als je echt zo ziek bent dat je al moet liggen, dan ga je echt snel door naar een isolatiebox. Waar we overigens ook die nu leegstaande afdelingen voor gebruiken. Hè, om de mensen te kunnen isoleren. Zolang we nog niet zeker weten of ze positief of negatief zijn. Hè, of ze corona hebben, ja of nee. En bij de tent komen die patiënten die worden doorverwezen via de huisartsselectie. En een enkele aanloper, maar we hopen dat dat zo min mogelijk is. En dat het allemaal dat iedereen zich aanmeldt via de huisarts. Ja, Schiedam wordt nu een belangrijke plek eigenlijk voor de behandeling en opvang van coronapatiënten uit de hele regio, hè? Ja, de huisarts die hebben natuurlijk in de Margriethal, je moet altijd telefonisch contact opnemen met de huisarts. Is het iets met luchtwegklachten of mogelijk corona, dan gaat het naar de Margriethal. En als het van daaruit nodig is, dan kunnen de patiënten komen bij ons. Ja, maar die mensen moeten wel allemaal naar Schiedam reizen natuurlijk.
Ja, als ze gebeld hebben met de huisarts en de huisarts werkt samen in dat samenwerkingsverband, want dan moeten ze daarheen. Jullie hebben een reeks voorlichtingsvideo's gemaakt. Waarom doen jullie dat zelf? Is dat niet meer iets voor de overheid? Nou, die zijn er natuurlijk ook. Dus daar, we houden ons ook zoveel mogelijk aan het landelijk beleid. En soms zie je dat het toch fijn is om een beetje de situatie van je eigen huis en je eigen omgeving te schetsen in de voorlichting. Of dat je eigen mensen kunt laten zien. Dus we maken zoveel mogelijk gebruik van dingen die al bedacht zijn. En soms geven we daar net even een couleur lokaal aan als we daar vinden dat dat een bijdrage heeft. Oké, ja. Jullie hebben vergaande maatregelen genomen, zoals geen bezoek meer. Ook niet voor andere patiënten. Dat is natuurlijk nogal ingrijpend. Dat is ontzettend ingrijpend. En daar hebben we ook even goed over nagedacht. Ook dat doen we natuurlijk niet alleen. En het is in ieder geval in Zuidwest-Nederland ook beleid in de ziekenhuizen. Omdat het zo belangrijk is om die verspreiding van het virus te voorkomen, is dit een belangrijke maatregel. En we hopen ook dat iedereen er begrip voor heeft. En tegelijkertijd vragen we de patiënten ook al bij voorbaat of met een iPad of met een telefoon. Hè, dat er toch contact, dat je contact kunt houden met je dierbare die opgenomen is of ziek is. En daar waar mensen het niet hebben, hebben wij ook nog wat middelen om hen daarin te helpen. Ja, is al bekend hoeveel patiënten er nu liggen met corona? Ja, we hebben nu ongeveer, ik weet het stand niet helemaal precies, maar vanochtend hadden we 40 coronapositieve patiënten, waarvan 10 op de IC. En we horen ook net via het landelijk verdeelpunt dat er iets van zes patiënten uit Brabant nog bij komen. Dus het is best wel veel. Dat is best wel veel. En dan moet je je voorstellen dat al die mensen dus ook allemaal verpleegd en verzorgd worden in pakken en maskers. En dus dat is ontzettend intensief ook voor de zorgverleners. Ik kan me voorstellen, ja. U bent ook bestuurslid van de NVZ, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Wordt er veel overlegd? Ja. Er wordt heel veel, eigenlijk proberen we ook vooral de lijn van de ROAS, de regionale organisatie acute zorg, via weer het landelijke netwerk acute zorg, en dat we ook niet dingen dubbel gaan doen. Dus we kijken heel goed ook via het RIVM naar de landelijke lijnen en proberen dingen zo slim mogelijk te doen. En die samenwerking, vind ik, loopt echt heel goed. En dat gaat allemaal via videoverbinding of zo, overleggen? Ja. Life-size, videoverbindingen, telefonische vergaderingen. Klopt. Ik wens jullie heel veel sterkte. Dankjewel. En hopelijk spreken we elkaar snel weer en dan met goede berichten. Jazeker, dat hoop ik ook. Zeker.